Ondanks dat er bijna niks te kijken valt in 4K, hebben alle grote fabrikanten inmiddels ultra high definition televisies op de markt gebracht. Panasonic heeft onlangs met plasma televisies de handdoek in de ring gegooid en stopt nog dit jaar met het maken ervan. Naar verwachting zullen ze pas in 2015 met OLED televisies komen. En dus is Panasonic's eerste UHD TV voorzien van een 65 inch LCD paneel met LED backlight. Alle UHD TV's die we tot nu toe zagen hebben door de gebruikte HDMI 1.4 ingangen de beperking dat ze 4K met maximaal 30 beelden per seconde kunnen weergeven. Alle fabrikanten beloven wel hun UHD TV's te zullen aanpassen door middel van een hard- of software update. Maar Panasonic heeft nu al een UHD TV die 60 beelden per seconde kan weergeven, de WT600. De WT600 ziet er strak uit en de gebruikte materialen zijn van prima kwaliteit. Onderaan de televisie zit een verlichte rand van plexiglas met erop het Panasonic logo. Wij vinden dit niet het mooiste aspect van het design van de WT600, maar gelukkig kan de verlichting van de rand in het menu worden uitgeschakeld. Ook de webcam bovenop de televisie vinden we niet echt mooi ontworpen. Jammer is het ook dat de webcam wel automatisch omhoog gaat als je hem gebruikt, maar na gebruik moet je hem toch echt met de hand weer terugdrukken. De voet van de televisie is gemaakt uit één stuk vergroomd staal en ook niet al te massief, ondanks dat het met 65 inch toch een flinke televisie is die overeind gehouden moet worden. De voet heeft wel een belangrijk nadeel. De televisie kan niet gedraaid worden op de voet, waardoor je dus altijd de televisie moet verschuiven als je hem wilt bijdraaien. Bij ons review-exemplaar waren de rubberdopjes aan de onderkant dan ook al verdwenen. Films worden vrijwel altijd op 24 beelden per seconde opgenomen, maar bij het kijken naar snelle actie, zoals bij sport, is een hogere framerate nodig. De WT600 kan 4K weergeven op 60 beelden per seconde, omdat er een HDMI 2.0 ingang op zit. Maar omdat er nog nauwelijks apparaten zijn met een HDMI 2.0 uitgang, heeft Panasonic de televisie ook voorzien van een DisplayPort 1.2a ingang, zodat je een computer kan aansluiten en zo bijvoorbeeld kan gamen in 4K met 60 beelden per seconde. Uiteraard hebben we dit uitgeprobeerd en we kwamen erachter dat om te gamen met 60 fps op 3840x2160 een flinke pc nodig hebt. Uiteindelijk hebben we een Crossfire setup gebruikt met twee Radeon R9 290 videokaarten, waardoor we in totaal voor zo'n 2500 euro aan pc hardware hebben ingezet. En nog konden we niet alles op ultra zetten, want dan kwam de framerate onder de 60 uit. Heb je het spul eenmaal aan de praat, dan zien games er fantastisch uit in 4K. En natuurlijk helpt de grote beeldmaat ook veel voor de beleving. Ook 4K demo materiaal op 60 fps ziet er geweldig uit. De hoge resolutie gecombineerd met de hoge framerate maakt dat het af en toe lijkt alsof je door een raam kijkt in plaats van naar een televisie. Er is ook een negatief punt aan de beeldkwaliteit van de WT600. De LED backlight is niet perfect egaal en de oplettende kijker zal af en toe als heldere beelden vertoond worden vier vage verticale strepen in het beeld zien. Je moet goed kijken om het te zien, maar als je het eenmaal hebt gezien zullen de verticale strepen je keer op keer opvallen. Het contrast van de WT600 is prima voor een LCD TV, maar het kan niet in de schaduw staan van een OLED televisie. Voor uitgebreide metingen aan het contrast en de kleuren moet je maar even de geschreven review checken. Bij een goed beeld hoort ook een goed geluid, maar op dat gebied laat de WT600 echt steken vallen. Doordat de speakers naar beneden in plaats van op je oren gericht zijn, klinkt het geluid niet erg geweldig. Op de achterkant van de televisie zit een basluidspreker, maar die is zo klein dat er eigenlijk nauwelijks laag uitkomt. Maar de grootste klacht bij het geluid is het lage volume. Met het geluid voluit gaat de televisie bepaald niet hard en dan heb je bij sommige films met rustige scènes echt last van. Bij deze televisie heb je dus echt een soundbar of een AV-receiver nodig om prettig film te kunnen kijken. De Smart TV functionaliteit van de WT600 laat flink wat te wensen over. Zo ontbreken de Nederlandse videodiensten van Pathé Thuis, Videoland en Ximon. Uitzending gemist is wel aanwezig, maar RTL XL is ook niet op Panasonic televisies beschikbaar. Ook de bediening van de televisie met de touch remote van Panasonic werkt niet prettig. Je kan de gevoeligheid van het apparaat instellen,
maar geen enkele instelling werkt echt goed. Het invoeren van teksten via het onscreen keyboard is een regelrechte ramp. En wij gebruiken eigenlijk liever de gewone afstandsbediening, maar deze is voor Smart TV ook niet ideaal. Panasonic's WT600 heeft een uniek selling point met zijn HDMI 2.0 en DisplayPort 1.2a ingangen. Het is op dit moment de enige UHD-TV waar je 4K beelden met 60 fps op kan weergeven. De leukste toepassing die wij hiervoor konden bedenken is gamen. Dit gaat geweldig op de WT600, maar het is wel een kostbare hobby, omdat je dan niet alleen een hele dure televisie, maar ook nog eens een hele dure PC bij nodig hebt. Videobeelden op 4K met 60 beelden per seconde zien er fantastisch uit, maar zijn net als 4K filmmateriaal voorlopig nog niet voldoende te verkrijgen. Het geluid van de WT600 is niet om over naar huis te schrijven en ook van de Smart TV implementatie met de matige touch afstandsbediening van Panasonic worden we niet heel vrolijk. Bij een televisie van 6500 euro mag je gewoon beter verwachten.